Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn gelezen boeken van augustus met je bespreken. Ik heb in augustus 5 boeken gelezen en in deze video ga ik de boeken even kort met je doornemen. En uiteraard vertel ik ook wat ik zelf van de boeken vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van augustus, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek De Tweede Ronde en is geschreven door Iris Visser. Deze reeks komt uit de Valentijnstraat en dit is boek deel 2. Dit boek gaat over Lieke. En Lieke heeft eigenlijk alles voor elkaar. Ze heeft een leuke vriendinnengroep en ze heeft haar eigen proeflokaal dat altijd bomvol zit. Mensen kunnen daar wijn proeven, maar ook wel wat eten. Als de kans zich voordoet om haar onderneming uit te breiden, wil ze die graag met beide handen aanpakken. En het pand waar ze haar oog op had laten vallen, wordt eigenlijk onder haar neus weggekaapt. Ze vindt dat helemaal niet leuk en ze is ook helemaal niet blij dat ze nu een nieuw iemand naast zich krijgt. Als dat dan ook nog niet eens erg genoeg is, blijkt haar buurman niet de geduchte concurrent te zijn, maar ook nog eens een oud bekende. Het is namelijk chefkok Adam. En dat was Lieke haar eerste grote liefde. 9 jaar geleden zijn ze uit elkaar gegaan en sindsdien hebben ze elkaar ook niet meer gezien. En alsof dat al niet ongemakkelijk genoeg is, worden ze dan ook nog eens gevraagd om samen een catering voor een bruiloft te verzorgen. Eigenlijk heeft Lieke een impulsieve bui en haalt Adam dan over om de handen ineen te slaan. En daar heeft ze eigenlijk een beetje spijt van als haar oude gevoelens van vroeger weer in alle hevigheid terugkeren. Omdat ze echt dacht dat ze over Adam heen was. Ze vraagt zich dan ook wel af of ze elkaar ooit volledig weer kunnen vertrouwen. Want ze draagt een geheim met zich mee en dat heeft ze eigenlijk al die tijd nog steeds niet durven te vertellen. En dat heeft te maken met de breuk van 9 jaar geleden. Er is dan ook een mevrouw in het dorp en die probeert mensen aan elkaar te koppelen. En die zegt dan dat ze haar hondje kwijt is. En ze vraagt dan of Adam en Lieke samen die hond kunnen gaan zoeken. Uiteindelijk belanden ze daardoor ook in een grot. En daar zitten ze een aantal uur. En hierdoor kunnen ze wel weer wat dingen uitspreken die er vroeger zijn gebeurd. Maar Lieke die durft nog steeds niet haar geheim echt bloot te geven. En of ze uiteindelijk Adam haar geheim zal vertellen, dat zal ik niet verklappen. En uiteraard ook niet wat het geheim is. Maar ik vond het wel een heel lekker boek wat goed weggelezen en waar ik heel erg van genoten heb. Het volgende boek wat ik heb gelezen is Mr. Knightsbridge en is geschreven door Louisa B. Dit boek gaat over Dexter. En hij is dol op diamanten en edelstenen, want dat gebruikt hij voor zijn werk. Hij is dan ook een hele succesvolle juwelier en is loyaal aan zijn vrienden. En volgens sommigen is hij de knapste man van Londen. Wat er ook gebeurt, aan liefde doet hij eigenlijk niet. Dan komt Holly Lumen zijn wereld binnen en komt eigenlijk dat liefdesleven waar hij nooit aan toe wil geven, piepen tot stilstand. Want ondanks haar eenvoudige jurk en geleende schoenen is Holly eigenlijk nog mooier dan alle andere vrouwen die op het evenement rondlopen waar ze elkaar ontmoeten. Ze is stoer, grappig en volkomen onafhankelijk en Dexter kan eigenlijk zijn ogen niet van haar afhouden. Holly die loopt stage in Londen en dacht dat het een goede manier was om haar verantwoordelijkheden in Oregon achter zich te laten en haar dromen waar te maken. Echter wordt ze na een paar weken al ontslagen bij het bedrijf waar ze stage loopt en dan denkt ze dat ze ook beter terug kan gaan naar haar geboorteplaats. Holly is ook niet het type om hulp te vragen. Ze weet dat ze alleen op zichzelf kan bouwen. Maar dan krijgt ze hulp uit onverwachte hoek van Dexter. Dexter biedt haar een stageplek aan en
dat is eigenlijk nog mooier dan de stageplek die ze eerst had. Vooral omdat dat ook nog een beetje wat familieproblemen heeft meegegeven aan Dexter. En dat maakt het voor hem ook wel moeilijk. Maar ja, ze doet haar stage eigenlijk heel erg goed. En er bloeit zelfs een leuke romance tussen deze twee op. Molly is wel vastbesloten om nog altijd terug te gaan als haar stage erop zit. Want ze is ervan overtuigd dat ze haar familie moet helpen in Oregon. Haar zus die drukt haar steeds op het hart dat ze dat niet moet doen en dat ze nu voor haar eigen geluk moet kiezen. Maar dat gaat er bij Holly eigenlijk niet in. Net nu het allemaal lekker loopt met Dexter en Holly, ook al kan ze er geen label op plakken omdat ze ook weet dat Dexter eigenlijk niet aan relaties doet, moet ze eigenlijk onverwachts terug naar waar ze geboren is en laat ze een briefje achter voor Dexter. En zodoende verliest ze eigenlijk het contact een beetje uit het oog. Of ze uiteindelijk het contact weer kunnen herstellen, is de grote vraag. Vooral omdat Holly ook heel erg benieuwd is of Dexter de grote wedstrijd heeft gewonnen waar hij aan meedeed. Dit waren de hoogtepunten van dit boek. Ik vond het wederom weer een mooi boek. Leuk om ook nu dit personage te zien, omdat ik hem al in andere boeken heb zien voorkomen. Is het wel leuk om nu ook het verhaal achter hem te kennen. Ik vond het een heel leuk boek. Ik vind de boeken van Louisa B. echt heel erg leuk en ze lezen heel lekker makkelijk weg. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Plankgas Sabine. En het boek is geschreven door René Olsthoorn. Dit boek gaat over Sabine en zij is als vrouwelijke sollicitant, de enige vrouwelijke sollicitant, gekozen uit ruim 70 sollicitanten om de opleiding tot ambulancechauffeur te volgen. En daar is ze met vlag en wimpel voor geslaagd. Ze is dan ook klaar voor haar eerste klus in Den Haag en ze doet het met heel veel plezier. Ze vindt de interactie met haar collega's heel erg leuk. Ze staat erom bekend dat ze goed hard met die ambulance kan rijden, zodat ze op tijd bij ziekenhuizen terechtkomen. Ze krijgen dan natuurlijk ook heel veel verschillende soorten patiënten in de ambulance. Eigenlijk is Sabine best wel een gevoelig persoon en als ze dan op een gegeven moment een man in de ambulance krijgen ze eigenlijk een beetje rare gevoelens erbij krijgt, besluit ze om deze man op te zoeken omdat ze ja, een beetje medelijden heeft met deze man. Deze man is Pepijn. Ze gaat een paar keer bij hem langs en dan vraagt hij op een gegeven moment of hij eens bij hem op bezoek wil komen. Nou, Sabine die is daar wel gevoelig voor en ze gaat bij Pepijn op bezoek en ze hebben het eigenlijk wel gezellig. Of zijn er wel wat eigenaardigheden waarvan Sabine denkt, oh, ik vind dit toch wel een beetje raar. Uiteindelijk steekt ze dat allemaal weg en belandt ze in een relatie met Pepijn. Toch is Pepijn heel klemerig en verwacht hij van Sabine allerlei dingen. En Sabine wil niet alles opgeven, zoals haar vriendengroep niet en Pepijn begrijpt dat niet. De relatie loopt niet al te lekker en haar vriendinnen en collega's zien ook eigenlijk wel dat Sabine niet heel gelukkig is met deze relatie. Dan leert ze Gary kennen. En Gary is een tweelingbroer van haar collega die ook bij de ambulance dienst werkt. Dan vraagt de instructeur van haar kickboxlessen om Gary wat lessen bij te brengen omdat Sabine een gevorderde kickboxer is. Ze vindt het eigenlijk wel leuk om deze beginneling de basisprincipes bij te brengen. En dat gaat eigenlijk best wel van een leien dakje. En ze hebben het eigenlijk wel heel erg gezellig. Echter vraagt Gary op een gegeven moment aan Sabine of ze een keer met hem wat wil gaan drinken. Maar Sabine houdt het af, want ze vindt dit toch eigenlijk niet kunnen tegenover haar vriend Pepijn. Die relatie die blijft gewoon niet lekker lopen. En het blijkt gewoon een ongelofelijke nare man te zijn die gewoon denkt dat hij iedereen voor zijn karretje kan spannen. En vindt het ook niet oké dat ze omgaat met Gary. Uiteindelijk zal Sabine tussen twee mannen moeten gaan kiezen, Pepijn of Gary. Want ze vindt Gary ook steeds leuker worden en omdat de relatie met Pepijn niet lekker loopt, is dat allemaal niet heel fijn. Voor wie ze uiteindelijk zal kiezen, dat laat ik in het midden.
Dat is iets waar je zelf achter zou moeten komen. Maar het is echt een heerlijk boek die heel makkelijk weglas. Waar ik echt van heb genoten. Ook met een vleugje humor erin. Echt super leuk om weg te lezen. Dus ja, een heel leuk boek eigenlijk. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Prachtzomer. En dit boek is geschreven door Karin Rozaert. En dit is het tweede boek in de Zilveren Vos reeks. In dit boek worden eigenlijk twee nieuwe hoofdpersonages geïntroduceerd. Want het eerste boek ging vooral over Daisy en Raaf. En zij worden een beetje naar de achtergrond geduwd, omdat het nu over twee andere personages meer gaat. Een van die personages is Tina. En Tina vindt haar leven eigenlijk prima zoals het nu is. Ze heeft een baan als vertaalster en dat loopt op rolletjes. Ze heeft het druk met paardrijden en daarnaast is ze bezig om haar eerste roman te schrijven. Ze heeft dan ook eigenlijk nog geen tijd gehad om bij de Zilveren Vos langs te gaan. En als haar moeder dan zegt van ga nou eens een keer mee, besluit ze dat te doen en vindt ze de sfeer daar meteen superleuk. En ze kan het ook gelijk goed vinden met Daisy. Daar komt ze knappe Xavier tegen. En ze is eigenlijk niet van plan om zich te laten verleiden door deze charmante Fransman. Want ze vindt het eigenlijk maar een beetje een vervelende man, om het maar zo te zeggen. Met zijn Franse uitspraken en zijn vleiende woorden. Xavier daarentegen zit vooral met zijn hoofd bij de zaak. Want er blijkt fraude te zijn gepleegd bij zijn bedrijf. En er is flink wat geld weggesluist. En hij moet dat proberen op te lossen. Tina kan Xavier daar een helpende hand in bieden. En daar komt ze er ook wel achter dat hij meer blijkt te zijn dan een flirterige Fransman. Tina heeft wat connecties met mensen die Xavier dus goed kunnen helpen. En dat vindt ze eigenlijk wel leuk om hem te helpen. Daarentegen komt hij weer eens een keer paardrijden bij haar op de manege. En gaat dat eigenlijk allemaal wel heel gezellig met elkaar. Tina sluit zich ook aan bij de boekenclub, want daar zit onder andere ook Daisy bij en nog een aantal andere vrouwen, wat ze toch wel heel gezellig vindt. En als Xavier haar dan ook nog eens uit de brand helpt, blijkt toch dat ze het eigenlijk wel heel goed met elkaar kunnen vinden. Alleen Xavier die gaat wel weer terug naar Frankrijk, want daar woont hij. Ze besluiten dan ook van de tijd die ze samen hebben een gezellige tijd te maken, al weten ze wel dat het afscheid nadert. En Tina die heeft zoiets van, ik kan dit aan, ik heb geen gevoelens voor Xavier, we hebben het leuk. Als dat afscheid daarom toch is, blijkt het toch moeilijker voor Tina te zijn dan ze had gedacht en loopt ze eigenlijk een beetje met haar ziel onder de arm. En haar vriendinnen proberen haar daarin eigenlijk weer op te beuren en ze probeert haar leven ook weer op te pakken en ook haar roman uit te brengen. Echter krijgt dit boek nog een onverwachte wending die ik zelf ook niet aan had zien komen. Die ga ik uiteraard niet verklappen, want daarvoor zou je het boek zelf moeten lezen als je daar benieuwd naar bent. Maar het was wel een heel erg leuk boek en ik ben ook heel erg benieuwd naar het derde deel van dit boek. Want er komt nog een derde deel aan. Het is een boek wat heel lekker wegleest en gewoon ook wel gewoon een gezellige sfeer met zich meebrengt. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek De Derde Akte. En deze komt ook uit de Valentijnsstraatreeks. Dit is boek 3 en is geschreven door Iris Visser. Dit boek gaat over Olivia. En Olivia die heeft haar eigen theater en daar geniet ze met volle teugen van. Het gebouw is al generaties lang in de familie en er worden de mooiste toneelstukken opgevoerd. Deze zomer voeren ze Romeo en Julia op. En helaas voor Olivia wordt de rol gespeeld door de knappe Finn Donovan. Het is een Nederlands bekendste toneelacteur op dat moment. En Olivia die kent hem nog van de toneelacademie en heeft eigenlijk niet hele fijne herinneringen aan deze man. Ze hebben dan samen ook wel toneelstukken opgevoerd toen ze op de academie zaten. Maar ze konden het eigenlijk nooit heel fijn met elkaar vinden. Finn Donovan betekent echter alleen ook dat ze volle zalen kan trekken. Dus Olivia die neemt zijn aanwezigheid maar voor lief. Ze hoeft hem alleen gelukkig niet zo heel vaak te spreken.
Alleen dan raakt de actrice die de rol van Julia op zich neemt gewond. En de stand-in die haar zou vervangen, die kan niet. Op dat moment is er een groot probleem, want er moet een vervanger komen. En als dat niet gebeurt, dan moet de hele toneelvoorstelling worden afgelast. En dat betekent ook dat Olivia inkomsten zal mislopen. Olivia wordt dan overgehaald om deze rol op zich te nemen. Ze vindt het echter doodeng, want ze heeft al jaren niet meer op de toneelplanken gestaan. En het idee dat ze weer samen moet werken met Finn vindt ze ook niet heel fantastisch. Omdat het motto "The show must go on" hier wel erg van toepassing is, besluit ze toch om de rol op zich te nemen. En omdat het niet heel erg lekker gaat tussen Finn en Olivia, worden ze door de regisseur op een soort trip gestuurd waarin ze elkaar beter moeten leren kennen en meer moeten vertrouwen. Op zich brengt dat wel nieuwe inzichten met zich mee. En op een gegeven moment lijken zelfs de vonken echt van het podium te spatten als ze hun rol samen spelen. Echter loopt dat ook niet allemaal even soepeltjes. En als het dan ook het einde is van deze reeks, is Olivia ergens ook wel teleurgesteld dat ze niet meer op het podium zal staan. En merkt ze toch dat ze Finn op een andere manier heeft leren kennen. En vindt ze het ergens wel jammer dat ze hem niet meer zal zien. Finn doet dan echter een schokkende bekentenis aan Olivia waar ze niet, die ze niet had zien aankomen. En dit verandert toch nog weer een stukje van haar leven. Wat deze onthulling is en hoe dit haar leven nog weer een stukje verandert, ga ik uiteraard niet verklappen. Wederom weer een heerlijk boek wat lekker wegleest, waar je echt van kan genieten als je van dit soort boeken houdt. Ik vind het echt een aanrader. Dit was ook het laatste boek uit deze reeks, dat vind ik wel jammer. Maar ik heb er met volle teugen van genoten. Dan waren dit mijn gelezen boeken van augustus. Ik heb er stuk voor stuk weer van genoten. Ik vond het echt weer hele mooie boeken die me echt wel meenamen. En ik kan me soms dan ook wel een beetje verliezen in een soort van boek om echt in die wereld te stappen. En ik vind dat gewoon heerlijk. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij dus een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je misschien nieuwsgierig bent geworden naar deze boeken. Het is zeker leuk als je een reactie daarvan achterlaat in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt, krijg je dan zodra een nieuwe video voor mij online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!